West-Vlaanderen, afdeling Brugge, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op zaterdag 8 augustus 2020, omstreeks 20 over 5, ontstonden in Blankenbergen rellen op het strand. Op een van de warmste dagen van deze zomer bevonden zich families op daguitstap en zonnebaders zich plots midden in gevechten. De vechtpartijen, veroorzaakt door een groep jongeren, ontaarden in rellen. De reddingsdiensten, burgers en politiemensen vormden al snel het doelwit van deze geëxciteerde jongeren, die met alles begonnen te gooien dat in hun bereik lag. Zand, stoelen, lichtzetels, parasols en zelf achtergelaten speelgoed. Er werden reeds verschillende daders en provocateurs aangehouden en verhoord. Maar de onderzoekers zijn nog steeds op zoek naar de identiteit van één verdachte die zich bijzonder agressief gedroeg. Hij heeft een redder en een burger een slag uitgedeeld. Het gaat om een man van ongeveer 25 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Hij is normaal gebouwd en heeft een getaande huidskleur en kort donker krullend haar. Op de dag van de feiten droeg hij een oranje short. Herkent u deze persoon of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.